Hallo, ik ben hier voor aan zeggen. Ik, zoals jullie weten, dat Armo was right van vroeger een nep YouTuber is, en dat is ook juist nu, want van vroeger maakte hij neppe pranks. En toen heeft hij een tijdje 4 video's of ik weet niet hoeveel pranks in het openbaar met mensen gedaan. En nu in één keer doet hij alleen pranks met zijn vrienden. En als jullie dat hebben gemerkt, kijk maar al zijn video's. Ik kan het nu laten bewijzen. Echt door, even dat de Armo was right. Armo was right. En zoals jullie weten, kijk naar de video's. Dat de dingen Armo was right. Hier kijken. Dus hier, hè. Dus prank op de beste vriend. Beste vriend. Wacht, hè. Dit is in het openbaar. Beste vriend. Openbaar. Beste dingen vriend. Vriend. Ja, hij doet veel te veel vrienden, hè. Dus als je niet te vaak dingen. Als je te vaak pranks met vrienden doet, en dan gaan ze dat sowieso merken. Dat is normaal bij mensen, maar als je maar dingen. Maar de vrienden van Armo was right hebben dat niet gemerkt, en die doen alsof ja, dit, dat. Liggen op een rijdende auto. Mensen zijn sowieso politie bellen en dan komt de politie, maar ja, het zal nooit met Armo was right gebeuren, hè? Ik heb fouten gemaakt, dat zullen we eens kijken, hè? Ik zal mijn boxer aanzetten. Echt een rare mens. Oké. Ik ben in Zeeland op dit moment. Ik ben even tussenuit gegaan om over dingen na te denken. Want ik weet dat ik fout heb gemaakt. Ik wil daarvoor sowieso aan iedereen mijn excuses aanbieden, maar ik wil er ook over praten, want een verhaal moet je horen van twee kanten en niet van één kant. Er is een video over mij gemaakt dat ik net video's maak. En ik ga ja, en dat was waar. Ja, je gaat uitleggen. Leg maar uit. Het moment is gekomen waar ik fout heb gemaakt. Ja, fouten? Ik heb een hoedprank gemaakt. Sowieso ben ik al pas 6 maanden YouTuber, hè. Dus ik... Ja, en zoals jullie weten, Armo was right is een slechte YouTuber en een... Hij doet alsof hij een YouTuber is, maar hij is geen YouTuber. En gelieve te abonneren op mijn kanaal hier beneden en vergeet geen blauwe duimpjes omhoog te doen. En ik zal beginnen meer video's te doen. En